Een heel goede avond. Wat een anticlimax voor volleybalclub Duvel Puurs. Nadat het in de eerste baragewedstrijd die moest uitmaken wie er naar de play-offs mocht met 0-3 ging winnen op het veld van Waasland. Maar in de volgende twee wedstrijden toch de duimen moest leggen. Puurs dus naar de play-downs en daarin stond dit weekend de eerste speeldag op het programma. De eerste tegenstander van Puurs was Guibertin, een van de zwakste ploegen uit de reguliere competitie. Of de zwakte van Guibertin een garantie was voor een vlotte overwinning van Puurs, ziet u in de match van de maandag. Geen play-offs voor Duvel Puurs dat daarmee topaffiches tegen onder meer Roeselare en Mazeik misloopt. Het moet integendeel strijden tegen degradatie. De ontgoocheling om de gemiste kans is nog steeds groot. De laatste twee wedstrijden waren we er niet echt collectief bij. En ja, het resultaat is er. Maar ja, het blijft sport natuurlijk. We hadden het natuurlijk allemaal anders gehoopt, maar... Het is zo. We staan nu voor de play-downs, dus we moeten er nu zeker het beste van maken. Het missen van de geambieerde play-offs zou een rem kunnen betekenen voor de verdere uitbouw van de club. Nee, wat mij betreft zeker niet. Ik zou zeggen, dat geeft mij alleen maar stimulans om het volgend jaar nog beter te doen. Om nog meer talent in huis te halen. Om volgend jaar gegarandeerd voor de play-offs te gaan. Maar dan moet Puurs eerst het behoud veiligstellen. Te beginnen met een zege thuis tegen Guibertin. En daar ziet het in de aanvangsfase niet naar uit. Guibertin loopt al snel 5 punten uit en Puurs reageert erg zenuwachtig. Zeker als de scheidsrechter enkele dubieuze beslissingen neemt. De mentale opdoffer van vorige week lijkt nog niet verteerd. Puurs knabbelt geleidelijk de achterstand weg, maar komt in de problemen telkens de bezoekers Petter Klar in stelling brengen. De Tsjech is amper 1,86 meter groot, maar volgens de statistieken scoorde hij de op 3 na meeste punten in de reguliere competitie. Hij maakt ook het beslissende punt van de eerste set die met 21-25 naar Guibertin gaat. Puurs mist duidelijk zijn twee geblesseerde Verstuift en Melis. Die laatste is 6 maanden oud met een zware knieblessure, opgelopen in het barrageduel tegen Waasland. We hebben een beetje onze start gemist en... Ik moet toch zeggen dat er vind ik, in de helft van de set toch twee scheidsrechtelijke beslissingen helemaal aan de verkeerde kant waren. En doet die twee punten van hun eraf, bij ons erbij. En dan stonden we terug gelijk. En nu moesten we elke keer zo'n beetje achter de feiten aanlopen. Maar we zijn wel beter beginnen spelen naar het einde van de set toe. In de tweede set loopt het inderdaad veel beter. En Puurs slaat al snel een onoverbrugbare kloof dankzij veel opslagdruk. En een nu wel sluitend blok met Mathieu Lomme en Sven Sophie in de hoofdrol. De zwakke plek bij Guibertin is de receptie. Met enkele tactische opslagen haalt Puurs er maximaal profijt uit. In geen tijd staat het 24-14 en dus setpunt. Puurs heeft de zenuwen nu onder controle. En Ruben van der Hoogstraten sleept set 2 binnen. Een heel goede servicedruk, goede blokverdediging. Zat goed in één deze set. Zelfde scenario in set 3. Opslagdruk van Puurs zorgt voor slechte receptie bij Guibertin. Waardoor ook hun aanvallers het noorden kwijtraken en knullig in het net slaan. Alweer is de set snel beslist als Bizet buiten poeiert. 25-19 voor Puurs en 2-1 in sets. We zijn ze heel pijn aan het doen in receptie. De libero brengt er eigenlijk niks van terecht. En zeker de receptiehoek speler ook heel weinig ballen die goed komen of zelfs heel veel rechtstreekse fouten. En dat moeten we blijven ontwikkelen, dat die service blijft werken. En die opslag blijft het doen. Guibertin kan daardoor aanvallend weinig verrassen. Het tweemansblok van Lomme en Sophie bewijst nogmaals zijn efficiëntie. 12-9. Maar dan schiet Petter Klar weer wakker. De Tsjech brengt de Walen terug in de wedstrijd met een subtiele plaatsbal. Onder impuls van Klaar stomen de bezoekers door naar vlotte setwinst 20-25. Een vijfde set zal de beslissing moeten brengen. Misschien ja, een beetje zo die kleine faalangst die terugkomt. Iedereen terug iets meer gespannen. Nogthans hebben we in het begin van de set schitterend volleybal spelen met Bruno de Koning die heel schitterend inkomt. Maar dan in de tweede helft van de set terug een beetje de spanning misschien, ik weet het niet. Maar niks verloren, we gaan nu een vijfde set spelen en hopelijk halen we deze keer de 2 punten bij ons. De vijfde set wordt een echte nagelbijter en bij 12-13 wordt een cruciaal punt gespeeld. Puurs moet het pakken, anders kijkt het tegen 2 matchpunten aan. Frederik de Lange smasht in het blok, maar via zijn voorhoofd of is het zijn neus, valt de bal nog net binnen.
Wat een beoordelingsfout van de Waalse verdediging. Lomme mag even later serveren voor de wedstrijd. De veer lijkt gebroken bij de bezoekers. Een eerste smash van de Lange krijgen ze nog verwerkt, maar zelf dreigen zit er niet meer in. En bij een tweede mokerslag van Frederik de Lange is de wedstrijd afgelopen. Puurs wint met 3-2, een nipte zege, maar een serieuze morele opkikker voor de resterende 5 wedstrijden in de playdowns. Ja, we zijn er vandaag toch sterk uitgekomen. We hebben vechtvolleybal gezien en dat was belangrijk. Dat zal nog in de komende weken ook nog heel belangrijk zijn. Het wordt sowieso vechten voor al die ploegen. Ik bedoel, van die 4 ploegen zijn wij het hoogste geëindigd in de normale competitie. Maar wat is competitie nog als de formule degraderen tot een bekercompetitie, hetgeen wat eigenlijk een beetje geweest is. En dan moet je er elke week staan. En als je één steek laat vallen of twee, ja, dan kun je het vergeten. En we moeten elke week, elke wedstrijd voluit gaan. Is dat nu tegen Haasselo of tegen Haverbode of tegen Gibertin zoals vandaag? Ja, dat blijft hetzelfde. We moeten gewoon gaan voor de winst.